In Leimuiden runt Stella Hu samen met haar man Jeffrey al 19 jaar de Chinese muur. Het restaurant zit al 40 jaar op deze plek. En er zijn verschillende eigenaren geweest. Ik denk wel dat ik vierde of vijfde eigenaar ben. Het aantal Chinese Indische restaurants loopt enorm terug. En dat heeft een aantal redenen. Zo is het moeilijk om personeel te vinden. De koks, hè, is ook heel moeilijk te vinden. En eigenlijk bediening ook. Door de jaren heen is de eetcultuur in Nederland toch wel veranderd. Authentieke Chinees, hè, is niet meer zo hip, hè, voor de jongeren. Stella's kinderen hebben geen zin om het restaurant over te nemen. Kijk, mijn kinderen die is hier geboren en getogen. Die hebben hier gestudeerd. Nou, die zeggen, ma, jullie werken zo hard. Dat willen wij niet meer. Maar het is niet alleen maar kommer en kwel. De stichting Meer dan Babi Pangang heeft ervoor gezorgd dat de Chinees-Indisch restaurants op de lijst van Nederlands immaterieel erfgoed worden opgenomen. Ik zeg, oh, wat fantastisch dat wij mee mag maken en een deel mag nemen aan het erfgoed. Voor mij persoonlijk is het een ode aan mijn ouders en aan alle andere voorgaande generaties aan Chinezen in Nederland die mee hebben geholpen om dit enorm bijzonder en uniek fenomeen, hè, het Chinees-Indisch restaurant, op te bouwen. Ja, het is niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld.